leuk dat je weer kijkt. Ik heb vandaag een filmpje voor jullie over mijn favoriete kleding voor de herfst en winter. Ik heb het een keer gedaan voor de lente, een beetje voor de winter ook. En nou, ik vond het wel leuk. Ik dacht, ik doe een vervolg. Gewoon lekker een luchtig filmpje met de kleding die ik graag draag nu. Ik zit ook bij waarmee ik het combineer en waar ik het heb gekocht natuurlijk. Dus dan kun je er misschien ook eventueel naar gaan kijken als je het leuk vindt. En als het nog te koop is. Dus laten we beginnen. Als eerst deze trui. Hij is wel vrij dun van de H&M. Dit is een mintgroene trui die deels doorzichtig is. Hij schijnt een heel klein beetje door met een heel schattig bloemetjesmotief zit erop. Dat ligt er iets op. En ik vind deze heel tof. Hij is nu nog wel, als het echt wat kouder wordt, zal hij wel te fris zijn. Maar ik draag er nog een jasje overheen en of een leuke sjaal. Dus, deze is van H&M. En ja, dit draag ik graag. Grotendeels gemaakt van katoen. Oeh. Dan dit truitje van de H&M. En deze heb ik ook in het crème en in een iets grijzige tint met een glitter. Maar die vind ik eigenlijk niet zo mooi. Die is iets te cool, waardoor ik heel erg bleek word. En deze roze, ja, roze is ook een coole tint. Maar deze warmt op de een of andere manier toch alweer iets op. En dit is gewoon een heel leuk truitje. Deze heeft H&M in meerdere kleuren dus. Voor 15 euro. En ik heb deze dan net nieuw. Een iets korter model. Niet echt een cropped top. Maar ook weer niet echt lang. Zit er iets tussenin. Hij is roze met een beetje wit erdoorheen. En ja, ik vind hem heel erg leuk. Hij is lekker warm. Zit goed. Staat leuk. Is heel erg simpel. Maar goed. Hoe zeg je dat? Ja, goed. Leuk. Hoe zeg je dat? Maar met wat accessoires erbij. Dan ja, wordt het gewoon een hartstikke leuk item. Dan dit rokje. En dit is een rokje. Vrij, ja, best wel een stevig rokje, maar toch ook wel iets elastisch. Je moet niet te elastische rokjes hebben, want dan zie je zeg je maar al je, ja, al je vormen en je flubbers. En dat is niet heel flatterend. Maar als je een te strak rokje hebt, ja, dan ik kan in ieder geval er niet in bewegen. Dit zit er tussenin en dit is een hele mooie, met een hele mooie geweven, of ja, hoe zeg je dat? Een gebreid patroontje. Hier heb je horizontale strepen. Verticale strepen en wat schuine strepen. En nou ja, dit vind ik een heel fijn rokje. Hij is redelijk warm. Wat wel zo is, ik moet altijd even nadenken over welke panty ik er aan moet. Want er zit zeg maar een onderrokje onder en die glijdt heel erg. Waardoor dit rokje echt de hele tijd opkruipt. Dus dat is wat minder fijn. Nou, dit is het enige blouseje wat ik voor deze winter dan in dit filmpje heb. Omdat blouses gewoon echt veel te koud zijn. En deze heeft dan een leuk kraagje met leuke details. Waardoor je hier bijvoorbeeld ook een trui heel goed overheen kan dragen. Of een leuk vestje. En dat dit dan gewoon ja, leuker bovenuit piept. Dus deze is van de Feromona. Zara heeft volgens mij ook zoiets. En ik was laatst bij de Sting. En daar zag ik ook zo'n soort blouseje. En deze heb ik al heel veel gedragen. Oh, nou ja, Only. Nou, Only verkoopt ze bij de Feromona. Ik heb hem al veel gedragen. En ik vind het gewoon een heel mooi blouseje. Hij is wel een beetje vormloos. Maar ik draag hem dan vaak... in een rokje. Dus deze. Dit is een jurkje van de H&M. En volgens mij is die van de Lana Del Rey collectie. Maar ik weet het niet heel zeker. Het is een jurkje met een bloemenprint. En hij is vrij lang en getailleerd. Met mooie blauwe, een beetje perzik tinten. Wat donkergrijs. Nou, er zitten best wel veel kleurtjes in. In eerste instantie wist ik niet of het wel wat zou zijn. Hij is vrij hoog gesloten. En ik dacht van, nou ja... Misschien is het wel een hobbelzak, want soms zie ik een jurkje en dan denk ik, wow, dit is hartstikke mooi. En dan zit het echt als een hobbelzak en is niet zo getailleerd als ik hoopte. Maar deze is juist hartstikke mooi, mijn figuur komt er mooi in uit. Mooi getailleerd, wat ik al zei, zit niet te strak. Want ik heb wel een buikje en als iets te strak zit, dan zie je echt je buik zo heel goed. Maar deze heeft toch nog iets van speling bij de buik. Een beetje meer stof, wat je dan iets meer kunt draperen, zeg maar. En het goed kunt camoufleren. Daar ben ik altijd wel fan van. En ja, ook een coole kleur. Maar ik haal het dan op met de juiste make-up en of een leuke sjaal erop. En ik vind deze echt heel mooi. Hier ben ik echt blij mee. Het zijn vaak de kledingstukken die je gaat passen, waarvan je denkt, ik weet niet. Die uiteindelijk dan echt... super leuk zijn en echt topstukken zijn waar je heel blij mee bent. Om, zeg maar, je koopt vaak dingen in je eigen stijl. En als je dan al uitwijkt, eruit gaat, iets probeert buiten je eigen stijl, buiten je comfortzone en het is leuk. Dan heb ik in ieder geval heel vaak dat ik het dan juist ook echt super leuk vind. Bijvoorbeeld ook met deze trui. Ik dacht eerst, nou, ik weet niet of dat voor mij is. Maar ja, hij zit gewoon heel leuk en ik ben er echt heel blij mee. En ja, dat is ook een favoriet. Dus als volgende deze trui. Ik draag hem zo vaak als het maar kan. Hij is lekker warm. Hij is cropped. Dus hij zit ongeveer in mijn taille. En ik vind de print heel leuk. Heel vrolijk.
En ja, ik vind het gewoon echt een hele fijne trui. Zit mooi, zit lekker, staat leuk. Dus ik ben er helemaal happy mee. Dit jasje had ik aan in mijn shoplog. En dit vind ik een heel mooi gekleed jasje. Ik draag hem niet super vaak, omdat ik me er vaak wel toch heel erg netjes in voel. Maar ik vind het, ik vind dit patroontje heel erg mooi. Ik heb er ook vroeger een keer een jas van gehad. De gouden knopen. En ja, hij zit gewoon heel mooi. Hij kleedt mooi af en hij staat wel chic. Dus deze. Deze is van Mudstrom. Dan heb ik dit giletje. En deze is volgens mij alweer een paar winters oud. Deze komt van Fishbone, wat een merk is van New Yorker. En dit flapje, wat heet het zo? Maar die moet zo. Dit is gewoon echt leuk om ook over blouses. Ik draag hem heel vaak over een blouse heen. Het is net wat warmer. En het staat gewoon hartstikke geinig. En ja, ik vind het gewoon echt heel leuk. Het is wel, ik vergeet wel heel vaak dit soort dingen. Op de een of andere manier denk ik aan gewoon de basic dingen. Dus ik denk aan een broek of een rokje of een jurkje of een topje. En dan denk ik niet nog aan een vestje of een jasje of een giletje. Op de een of andere manier vergeet ik dat gewoon. Het is echt heel suf. Ik had het eerst ook met sieraden. Ik moet echt moeten aanleren om sieraden aan te doen elke ochtend. En, of om te doen. En nu ben ik het gewend. En nu voel ik me dus wel echt... Als ik geen sieraden om heb, dan denk ik, oh, er ontbreekt wat. En dan moet ik dus nog ook even aanleren met jasjes. Dus deze. En je ziet haast altijd wel dit soort giletjes terugkomen elke winter. Dus hij is niet meer te koop. Maar ik durf te wedden dat er wel iets vergelijkbaars gaat komen. En als laatste, niet echt een kledingstuk, maar ik wil het toch even laten zien. Deze sjaal van de H&M. Ja, ik draag hem echt heel veel. Onverwacht leuk vind ik hem. Ik vind de print tof. Ik vind de kleuren mooi. Ik voel me echt een Pocahontas met deze sjaal om. En ja, het is gewoon heel anders. Ik heb ook nog een cirkelsjaal. Een okergele cirkelsjaal. Die draag ik ook veel. Maar die is best wel koud. En deze is echt heel lekker warm. Dus deze. En dat was het dan. Mijn favoriete kleding voor het najaar, de herfst en de winter. Ik ben heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet hierboven te abonneren om up-to-date te blijven met mijn laatste video's. En tot de volgende keer. Doeg!